Massatoerisme is een modern verschijnsel. Dankzij de welvaart van met name de westerse wereld na de Tweede Wereldoorlog zijn nog nooit zoveel mensen zo rijk geweest. Een verre reis is zo geboekt. Ondanks alle milieuschade die daarbij komt kijken en de hinderlijke drukte in het hoogseizoen vliegen talloze miljoenen mensen elk jaar de hele wereld over. Het was nog nooit zo eenvoudig om authentieke keukens te proeven, de kunstschatten van de wereld te zien en andere culturen te leren kennen. Je zou snel vergeten dat het nog helemaal niet zo lang geleden was dat reizen een riskante, onaangename onderneming was, alleen weggelegd voor een hele kleine groep die daarvoor de tijd en het geld had. Maar hun drijfveren verschilden misschien niet zo gek veel van die van de moderne toerist. Dit is het verhaal van Nederlandse kunstenaars en kunstliefhebbers die in de 17e eeuw naar Rome gingen. Voor de kunst, de cultuur, de ruïnes en de wijn. Oh ja, de wijn. Het is de elite van de nieuwe Nederlandse Republiek. In de schaduw van de fonkelnieuwe koepel van de Sint-Pietersbasiliek ontwikkelden zij een bijzondere gemeenschap met hun eigen rituelen. Welke stempel drukten zij op Rome? En welke stempel drukte Rome op hun kunstenaarsharten? Dit is Cornelis de Bruin. Hij was één van die nieuwsgierige reizigers. Toen hij als 22-jarige aankwam in Rome, zocht hij meteen zijn landgenoten op in smoezelige kroegen. Zijn eerste doel? Toe te treden tot een geheimzinnige broederschap. Het was het begin van zijn indrukwekkende reis door Europa, Afrika en Azië die bijna 20 jaar zou duren. Van die reis schreef hij een uitgebreid verslag. Vol prachtige beschrijvingen van alles wat hij had meegemaakt, de mensen die hij ontmoette en voorzien van zelfgemaakte tekeningen van de kunst en architectuur die hij zo bewonderde. Het schijnt zelfs dat hij de grote piramide van Cheops in Egypte heeft beklommen en op de top zijn naam in een steen heeft gekerfd. De Nederlandse kunstbroeders in Rome noemden zichzelf de Band Vogels, een bende kleurrijke vogels. Dichters, schilders, tekenaars, beeldhouwers en andere creatievelingen die elkaars gezelschap zochten in de chaotische stad. Samen trokken ze van antieke ruïnes naar eeuwenoude kerken en bestudeerden ze het werk van Michelangelo, Caravaggio en hun tijdgenoten. Mede dankzij de bentvleugels werd de Nederlandse kunst in de Gouden Eeuw sterk beïnvloed door de Italiaanse Renaissance. Zonder Caravaggio geen Rembrandt en geen Vermeer. Cornelis de Bruin arriveerde op 22 december 1674 in Rome. Daarvoor had hij te voet, te paard en met hobbelende koetsen een lange reis afgelegd. Begin oktober verliet hij Den Haag. Via Hannover, Leipzig, Wenen, Venetië en natuurlijk Florence bereikte hij zijn eindbestemming Rome. Het was in die tijd gebruikelijk dat jongens uit gegoede Nederlandse families die zichzelf serieus namen hun culturele opleiding afronden in het zuiden. Openbare musea met archeologische vondsten of kunst uit de hele wereld bestonden nog niet. Je moest zelf op pad gaan om de hoogtepunten uit de Europese cultuur met eigen ogen te aanschouwen. Het reisverslag van Cornelis de Bruin geeft ons een uniek beeld van de Nederlandse kunstenaarsgemeenschap in Rome in die tijd. Zo vertelt hij onder andere over het toetredingsproces. De Bruin beschrijft allereerst hoe hij 's nachts 7 leden moest vinden die hem zouden inhuldigen, het minimale aantal aanwezige getuigen. Het ontgroeningsritueel werd voorgezeten door de zogenaamde Veldpaap, die de nieuweling zijn speciale bandnaam gaf. Cornelis de Bruin werd Adonis genoemd. Sommige bandnamen waren minder complimenteus. Jan Asselijn kreeg de bijnaam Krabbetje vanwege zijn misvormde hand. Willem van Aalst werd Vogelverschrikker genoemd en Johannes Steyler Gouden Ezel. Andere bandvleugels waren Gladiator, Goudgeld, Leeuw, Wolf, Batavier, Geestigheid of Notenkraker. De overige leden creëerden ondertussen een levensschilderij van een historische of mythologische voorstelling. Vervolgens sprak de veldpaap de nieuweling, gekleed in het groen, streng toe. Hij kreeg de regels te horen en hem werd verteld wat zijn plichten als bentvleugel waren. Nadat hij in alle onderdanigheid plechtig zijn geloftes aflegde, kreeg hij een lauwerenkrans op het hoofd gezet. De aanwezige bentvleugels riepen vervolgens Viva, viva, viva onze nieuwe medebroeder. Volgens Cornelis de Bruin werd dit de doop genoemd. Het nieuwe lid trakteerde op een banket, waarna men zich tot het krieken van de nieuwe dag volgoot met wijn. En als laatste een offer bracht aan het graf van de wijngod Bacchus. Het had net zo goed een beschrijving kunnen zijn van een moderne studentenvereniging. Het laatste deel van het ritueel speelde zich af in de Santa Constanza, een mysterieuze kerk vlak buiten de stad.
Dit gebouw werd ooit als mausoleum voor de dochters van keizer Constantijn gebouwd, maar vanwege de sarcofagen met afbeeldingen van de wijnproductie dachten deze Nederlandse kunstenaars dat het een tempel voor Bacchus was geweest. En vandaar dat zij er hun toevlucht zochten. Nog altijd kun je de namen en bijnamen zien die de bentvleugels al die jaren geleden in de muren van de kerk krasten. Cornelis de Bruin weet ook te vertellen dat het genootschap zijn eigen ontstaansmythe had verzonnen. Zo zou niemand minder dan de Renaissance kunstenaar Raphaël al in de 15e eeuw de oprichter van het genootschap zijn geweest. In werkelijkheid bestond het genootschap sinds 1620. In de 3 jaren dat Cornelis de Bruin in Rome woonde, heeft hij naar eigen zeggen 50 keer dit ritueel bijgewoond. Het was dus een komen en gaan van bentvleugels. De leden maakten zeker geen geheim van het bestaan van de club. Met de nogal luidruchtige feesten, optochten en partijen tot diep in de nacht waren ze berucht geworden. En in 1720 was het feest abrupt voorbij. Na een eeuw werden clubs zoals de bentvleugels door paus Clemens XI, die formeel de baas was over Rome, verboden. Dat wil niet zeggen dat er geen jonge Nederlanders meer naar Rome kwamen om samen kunst te bestuderen en te maken of om Italiaanse wijn te drinken. Zelfs nu treden talloze gymnasiasten jaar na jaar onbewust in de voetsporen van de bentvleugels wanneer zij op Rome-reis gaan. Het verhaal van de bentvleugels herinnert mij eraan dat ongeacht de tijd of plaats mensen altijd op zoek zijn naar iets vertrouwds. Dat ze eigen nieuwe rituelen verzinnen om hun plek in de wereld te vinden. Tegelijkertijd worden we gevormd door de plekken die we bezoeken, de plaatselijke gewoontes die we leren kennen en de nieuwe vriendschappen die we sluiten. Zo leer ik nu in Rome, waar ik een tijdje woon, het Italiaanse leven kennen. Ik ontmoet allerlei nieuwe mensen en word geïnspireerd om video's zoals deze te maken. En daardoor voel ik me verbonden met de bentvleugels. Dus mocht je nog eens in Rome komen, denk dan aan de bentvleugels. Thanks voor het kijken. Tot de volgende keer.